Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur heeft voor de verbetering van de klantenrelaties in het district Nikeri een netwerkevenement georganiseerd. Nieuwsreporter Aranza Swedo maakte voor u het volgende verslag. Voor het versterken van de klantrelaties, het verschaffen van informatie over de nieuwe diensten en het verwezenlijken van eigenlijk de vraag van de klanten in Nikeri, organiseert Telesur de Business Professional Network Event. Het is nou zo dat we vanaf verslag gaan doen en praten met de directeur en belanghebbenden hoe ze dit hebben ervaren en waarom dit allemaal is georganiseerd. Het netwerkevenement had tot doel om wederzijds betere inzichten te verkrijgen over de verschillende diensten en het meenemen van mogelijke verbeterpunten vanuit de belanghebbenden. Branchemanager van Telesur Nikeri, Melvin Tirto Semito, Janice Asraf, manager corporate communication en accountmanager Rowena Breidel zijn het met elkaar eens dat dit evenement zal leiden tot betere implementatie van de nieuwe glasvezeldienst in het district. De verwachting is dat dit evenement zal helpen aan het verder opbouwen van de zakenrelaties in het district. We willen ook met hun meedenken wat ze allemaal nodig hebben en waar mogelijk hun te begeleiden om ook die digitale transformatie te doen. Met glasvezel eigenlijk hebben we het grootste verbeterpunt gebracht. Waar klanten meestal gingen klagen, het is nu regentijd, waar we een heleboel storingen tegen deze tijd zouden binnenkrijgen en herhaalde storingen, hebben we een enorme drop gemerkt. En we hopen dat nog meer te merken wanneer we aanstaande maandag ook in gebieden gaan waar er heel veel hangkabels zijn op dit moment. Telesur zorgt ervoor dat ze bij de verschillende doelgroepen aanwezig zijn om de behoeften persoonlijk van de mensen te horen. En we zijn regelmatig in Nikeri om ook met de businessklanten in Nikeri eigenlijk van gedachten te wisselen over de toekomst, de behoeften en waarin wij eigenlijk verder kunnen gaan om hun van dienst te zijn. En vanwege de COVID-periode hebben we een kleine gap gehad. Maar nu is het weer de tijd om bij de klanten te zijn. We zijn bezig met het uitrollen van het glasvezelnetwerk in Nikeri. Dus des te meer nu het moment om eventjes weer to touch base met de businessklanten en van hun te horen wat hun behoeften zijn. Het kwam erop neer dat er veel vraag was vanuit Nikeri over onze telefooncentrales. En aangezien de accountmanagers in Paramaribo zitten, hebben we toen gezegd van aangezien we in Paramaribo heel veel business meet zouden, laten we ook één organiseren in Nikeri. En dan gaan we onze telefooncentrale, wat het allemaal kan, uitleggen. Gewoon dat de mensen van Nikeri weten wat ze met een telefooncentrale kunnen doen, zodat de afname eigenlijk voor ons groter kan worden. Senrita Gobardan, districtscommissaris van Nikeri, wijst op de belangrijkheid van productvergelijking door het bedrijfsleven. De burgermoeder juicht de innovatie die Telesur ook in het district brengt toe en stelt dat dit ook zal bijdragen aan bevordering van de telecommunicatiesector in haar district. Het is zeker belangrijk voor het bedrijfsleven in de eerste plaats dat zij de mogelijkheden geboden worden om hun producten beter aan de man te brengen, maar ook hun bedrijf beter te runnen. Dus waar ze ook ter wereld zijn, moeten ze kunnen promoten, maar ook bereikbaar zijn, toereikend zijn voor het volk, voor hun cliënten. Dat is zeker goed te noemen. En de mogelijkheden die net hier allemaal aangehaald zijn, die bestaan reeds al in de wereld. En wanneer Telesur nu dit ook wel implementeert, welke reeds al gestart is natuurlijk, nou is toch prachtig. Het formeel gedeelte werd afgesloten met een netwerksessie waarbij klanten de gelegenheid kregen om nader kennis te maken met de overige diensten. Het ligt in de bedoeling om na grondige evaluatie andere districten aan te doen en de klantrelatie te versterken.